Een goede namiddag, dames en heren. Laat me u toch nog een goede namiddag toewensen. Wind en regen geeselen Kuurne en het peloton ziet ook sterretjes onderweg. Dit is het beeld van de Brugse Steenweg, de aankomstplaats zoals die er nu bij ligt. En dit zijn de winnaars van de voorbije jaren. Bonen tot twee keer toe, Steven de Jong ondertussen ploegleider ook tot twee keer toe. Nuis toe nog ploegmaat van Tom Bonen. En verder Centjes, Hinkepieker, Sipou, Van Petegem en Schmiel. We gaan in die jaren terug. Schmiel die er ook tot twee keer toe won. Al lag de aankomst toen nog in het centrum van Kuurne. Dit is een beeld van de startplaats aan de renbaan van Kuurne, waar een wat prettige fanfare haar opwachting maakt. Desondanks veel belangstelling hoor. Dit is Wouter Weiland die zijn kans krijgt bij Quickstep. Hij mag het straks eventueel proberen in de sprint. Steegmans wensen we een betere dag toe dan gisteren. Al was hij al wel behoorlijk. Maar u weet het, gevolgen van een hersenschudding. Dit is Fletcher, glansrijk winnaar van de omloop het Niesblad. Schitterend zoals hij Gilbert uit het wiel reed. Het is Boasson Hagen die wel van dit weertype houdt. Versaagt zelden. Dit is Marcus Burkhardt, BMC, niet te veel van gezien. Eigenlijk een beetje verzopen. De enige ploeg met deze Hinkepie ook aan boord die gisteren niet echt in het stuk voorkwam. Hier is Tyler Farah. Die werd dan toch metjes derde in zijn eigen stad. Gent op de achtergrond. Wipneus Martijn Maaskant. Waar we ook iets meer van verwacht hadden gisteren in de omloop het Nieuwsblad. Maar het zal voor Maaskant allemaal straks komen. Pozzato. In die fraaie witte kleuren die de tricolore verbergen. Pozzato werd tiende gisteren. Langeveld niet in de omloop het Niesblad, maar wel hiermee na blessureperikelen hele tijd uit buitenstrijd geweest. Frederik Willems reed een hele knappe wedstrijd. En dit is Van Summeren. Van Summeren die rijdt nu voor Garmin. Dat is altijd een beetje aanpassen. En voor Van Summeren vinden we hier Jurgen Roelands. Knappe wedstrijd. Duidelijk een stap vooruit gezet. Hij maakt nu mee de koers. En dat is meegenomen. Oscar Freire is hier. Won al drie koersen dit seizoen. Waarvan twee in de voorbije Ruta del Sol. Maar dit weer, hè, jongens. Daar trekt hij zich niks van aan. Dit is berenweer. Dit is eekhout weer. Daniele Benatti die kijkt naar het wolkendek. En ziet er niet één gat in. De man uit Arezzo in Toscane. Husoft. Nou, een Noor. Ik kan wel tegen een stoot. Kwam gisteren op een goede 4 minuten binnen. Lijfhosten kwam er een beetje door aan het eind van de wedstrijd. Zat wel degelijk in dat eerste peloton. En hier Greg van Avermaten bleek gisteren. Maar dat heeft alles te maken natuurlijk met een buikgrip de voorbije week. Stijn de Volder daarentegen niet goed. Moest er te snel uit voor zijn doen. Hier is Nick Nuis. Die heeft vertrouwen geput uit zijn optreden van gisteren. Wat doet hij vandaag? En dan Tom Bonen. Altijd de druk omringd door mensen van de pers die hem niet nalaten een schouderklopje te geven. Zie je dat? Bonen druk omringd. En hier de mannen van Sky, van Team Sky, op de voorgrond.